deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien heb ik voor vandaag een online pashoekje shop nog voor jullie. Eindelijk heb ik weer voor mezelf kunnen shoppen. Het is eventjes geleden, want ik ben in de tussentijd bevallen van ons tweede kindje en het gaat allemaal super goed met mij. En omdat ik al bijna een jaar niks voor mezelf heb geshopt en wel voor de kids. Oké, ik heb wel één keer bij de Primark een aantal leggings gekocht, maar dat zijn niet echt... ja, spectaculaire items. En nu is het natuurlijk volop zomer. Dus ik had zoiets. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even een lekkere bestelling voor mezelf plaatsen. En omdat ik met een newborn thuis zit, is het voor mij een beetje onmogelijk om in de winkels echt een pashokjeshop nog op te nemen. En toen had ik zoiets. Ik ga het gewoon thuis doen. Ik weet dat jullie daar de vorige keer heel goed op hadden gereageerd. Dus ik had zoiets. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een aantal items bestellen. Ik zet mijn spiegel hier neer. En ik ga het gewoon voor jullie passen. Houd er dus dan wel eventjes rekening mee dat mijn lichaam nog niet helemaal de gewenste vormen heeft. Maar dat ik wel weer toe ben aan nieuwe spulletjes in mijn garderobe. Ik heb een bestelling geplaatst bij AliExpress, bij de Shubi, bij Jeans Center. En ik heb een bestelling geplaatst bij C&A. Dus als je benieuwd bent naar wat ik allemaal heb geshopt, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om alvast deze video een duimpje omhoog te geven. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Ik ben best wel excited over de spulletjes. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat staan. Het is voor mij, wat ik al zei, echt alweer een tijd geleden dat ik echt weer iets voor mezelf heb geshopt. Ik heb echt heel veel voor Jax en heel veel voor Liv geshopt de laatste tijd. En voor mezelf eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus het is een beetje zoeken hoe het nou allemaal op mijn lichaam gaat staan. Maar ik ben ook wel blij dat ik het nu thuis doe. Want er zijn ook een aantal items die ik dus met spulletjes uit mijn eigen kast kan combineren. Wat ik ga doen is de camera van het statief afhalen en jullie meenemen naar de spiegel. En dan gaan we gewoon alle items passen. Mocht er iets tussen zitten wat je leuk vindt, dan zal ik het linken in de beschrijving. Ik heb het destijds wel gekocht met een aantal kortingen. Een daarvan is bijvoorbeeld de EK-korting, maar dat is echt alweer een tijdje geleden. Maar mochten de items nog beschikbaar zijn, dan kun je ze terugvinden in de beschrijving. Voor nu ga ik jullie van het statief afhalen en mee naar boven nemen. Nou, we beginnen deze pashokje shoplog met C&A. En eigenlijk is dit ook de reden geweest dat ik een beetje los ben gegaan op internet qua shoppen. Want ik zag deze rok op de C&A-site en ik dacht, die moet ik hebben. En ik dacht dat dat misschien in combinatie met dit shirt wel leuk zou zijn. En qua combi vind ik het leuk, maar de rok... is qua maat helemaal perfect. Het shirtje vind ik een heel klein beetje tegenvallen. Ik vind het wel heel leuk zo die dictionary tekst erop. Het is een heel basic shirt en dan toch net even een printje erop. Ik vind op zich de combi ook wel leuk. Alleen het shirtje valt iets wat kleiner uit dan ik gedacht had. Want ik heb hem al in een XXL besteld. En online stond al dat deze serie best wel klein viel. En eerlijk is eerlijk, hij valt echt heel klein, want hij hoort gewoon normaal te vallen en bij mij valt hij al iets wat krop. En ik heb hem liever nog net even een maatje groot, zodat die mouwen net even wat groter vallen, dat dit wat losser zit. Ik vind hem net een tikkeltje te strak zitten, maar vooralsnog vind ik het wel een heel stoer shirt en in combinatie zo met de rok vind ik het wel heel erg leuk. Wat ik dus al zei, deze heb ik in een XXL en is volgens mij 14,99 als ik het goed zeg. Ja, en de rok is echt fantastisch. Ik heb op een gegeven moment een beetje losgelaten van maxi rokken zijn niet geschikt voor kleine mensen. En het maakt tutter en het maakt oudbollig. Maar ik denk als je gewoon de juiste maxi rok vindt en op de juiste manier stelt, kan een maxi rok gewoon ook echt wel heel leuk zijn. Ja, en sowieso de kleurencombinatie vind ik leuk, het printje vind ik leuk. Hij zit qua maat ook goed. Met deze rok is het ook zo, viel ook een maat kleiner uit... dan dat je normaal gesproken hebt. Dus ik heb hier een 44 van besteld en hij zit eigenlijk perfect. De voorzijde is gewoon strak als het ware en er zit hier een ritje. En de achterzijde heeft elastiek. Dus die rok vind ik echt fantastisch. En misschien dat ik hem nog op een andere manier kan combineren met een ander wit shirt of met een zwart shirtje. Deze dus in de maatje 44 was €19,99. Dus de rok is echt wel een toppertje. Het shirt vind ik een twijfelgevalletje. Maar ik ga hem nog even met een ander rokje proberen. Misschien dat ik hem dan... leuker vind, maar ik betwijfel het. En zoals ik dus al zei, heb ik even het shirtje aangelaten in de hoop dat ik het misschien deze combinatie leuker zou vinden. Maar waar ik helemaal laaiend was over die andere rok, ben ik echt een beetje teleurgesteld in deze rok. Ik vind het wel echt een fantastisch modelletje. Ik vind ook het printje ontzettend schattig. Zie je dat allemaal van die leuke bloemetjes erop, madeliefjes. Maar het is helemaal niet mijn model. Het maakt me zoveel breder dan dat ik ben. Ja, ik ben recent bevallen, maar... je mag er ook best leuk uitzien zo na je bevalling.
Maar dit doet niet heel veel goeds voor mijn figuur. Het materiaal, zoals je kan zien, of het vormpje van het rokje is een beetje plissé. Dat vind ik wel heel erg leuk. En wat ik voornamelijk leuk vond, is dat hij heel leuk was geprijsd. Hij was namelijk nog maar €9,99. Ook met deze collectie, of met dit rokje, was weer hetzelfde als het shirtje. Je moet hem een maat groter bestellen dan dat je origineel hebt. Dus ik had hem in een 44 besteld en... Ja, nee, dit doet het helemaal niks voor mijn figuur. Ik vind het verder een prima rokje, maar nee, het is niet geschikt voor mij. Dus deze gaat helaas terug. En ik ben er ook zeker over het shirtje. Nou, ik het ook in deze combinatie aanzie, denk ik, nee. Ik vind het shirtje fantastisch, maar ik had hem liever toch echt nog een maat groter gehad. En het laatste item van de C&H is dit jurkje. En je kunt het misschien een beetje aan mijn hoofd zien, maar dit is het ook helemaal niet. Ik vind op zich het model wel oké, maar mijn redenering was toen ik hem in het zwart zag van nou dat is een leuk basic jurkje. Dat kun je gewoon opleuken met een leuke riem. Iets wel stoere sneaker eronder, dan krijg je meteen alweer een ander beeld. Alleen ze hadden de zwarte niet in mijn maat. Dus ik had zoiets, weet je wat Mo, je hebt al zoveel zwart. We zitten in de zomer, kies een keer voor wit. Nou, en dat is dit jurkje geworden. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik hoef het niet eens meer op te leuken met een riempje, want ik weet nu wel dat dit gewoon totaal niet mijn ding is. Ik vind op zich het idee leuk en het is een lekker modelletje en het is een lekker stofje, zeker voor de zomer. Maar het is ook niet echt heel charmant. Zoals je kan zien is die lijn net onder mijn boepjes. Die had ik liever een slagje lager gehad. Ja, wit, ik weet niet. Ik voel me zo maagdelijk erin of zo en ik voel me zo... Ja, ik weet niet. Ik heb meer het idee dat ik een pyjama, een hippe pyjama aan heb of zo, dan dat ik daadwerkelijk een jurkje aan heb. Dus daarom wilde ik hem ook het liefst in het zwart. Ja, zoals je kan zien, ik heb er een zwart hemdje onder en hij schuimt gewoon door. Maar ja, dat is ook wel een beetje logisch. Verder vind ik de lengte op zich gewoon prima. Hij zit verder gewoon lekker. Ik heb deze in een maatje XL. Met deze kon je gewoon in jouw eigen maat uitkiezen. Dat klopt ook, want hij zit verder gewoon goed. Maar nee, dit is hem al helemaal niet. Ja, we hebben nog een aantal webshops te gaan. Dus wie weet wat daar allemaal nog tussen zit. Is dit het eerste item wat ik heb besteld bij Jeanscenter? En dat is echt al heel lang geleden. Want de laatste keer dat ik bij Jeanscenter iets heb besteld was voor een video outfit of my comfort zone. En ik heb daarna wel een beetje op de site gekeken. Maar nooit echt ja, dat ik getriggerd werd om iets te shoppen. En nu had ik zoiets, ik ga eens een kijkje nemen. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want ze hadden echt een hele leuke collectie online staan. Waaronder dus deze jurk. En ik had ook nog eens een geluksmomentje. Want door het EK, omdat Nederland de 3 pools had gewonnen, was er overal 30% korting op. Dus toen werd deze jurk uiteindelijk ook nog eens een heel leuk... Ja, goedkoop was die niet. Maar wel 30% korting. En ja, dit is echt zo'n jurk. Het heeft al het goede van een wikkeljurk, maar dat is het niet. Want ik zal eventjes zo laten zien. Er zit hier aan de andere kant ook meteen een flap. Zit gewoon vast en dat vind ik echt ideaal. Maar hij oogt wel als een wikkeljurk. En ik heb altijd struggles met wikkeljurken. Want of het zit hier op de bovenzijde niet goed. Of je krijgt dit effect, weet je wel, dat het net iets te veel laat zien. En deze jurk zit eigenlijk hartstikke goed. Ik vind het printje leuk. Ik vind de fit heel mooi. Ik vind de mouwtjes heel mooi. Er zit hier een drukkertje waardoor je de hals iets hoger kunt sluiten. Ik hou daar zelf niet van. Ik vind het wel leuk dat je een beetje décolleté mag laten zien. Er zit hier een ceintuurtje bij. Ik heb die nu eventjes omgedaan, maar ik denk dat ik dit toch met een riempje doe om het een beetje te breken. Ik vind de lengte leuk. Je kunt het zien. Er zit aan de uiteindes een beetje een golvend effect. Ik vind de print mooi. Ja, hele leuke aankoop dit. Ik heb hem met een maatje XXL. Er zit hier wel een elastieke rand in. Het materiaal is wel heel erg fijn. Het voelt ook echt wel heel erg stevig. En ik vind hem eigenlijk qua maat ook gewoon goed zitten. Ik hou er nou ook niet zo van om echt te strakke dingetjes te dragen. Zeker na mijn bevalling. En qua prijs is hij wel iets wat duurder. Hij is €70. Maar wat ik al zei, ik had geluk dat hij met 30% korting was. Maar qua kwaliteit en qua fit vind ik het wel echt zijn geld waard. Dus hier ben ik in ieder geval alvast heel erg blij mee. En dit is het andere item wat ik heb besteld bij Jeanscenter. En wederom vind ik dit eigenlijk ook wel een pareltje. Het is een iets wat andere jurk dan die ik net aan had. Het is echt zo'n blousejurk idee. Ja, dat vind ik zelf ook super tof. Want dit kun je dus weer heel leuk dragen in de zomer met een sandaaltje. Dan wordt hij een beetje girly. En in het najaar kun je dit ook weer heel stoer dressen met een boot, weet je wel. En een stoer jasje eroverheen. En ja, hij zit ook gewoon super lekker. Het is een heel ander jurkje. Een heel andere vibe geeft het dan de jurk die ik net aan had. Maar ik vind hem heel erg leuk. Ik vind de fit heel erg leuk.
Ik vind het printje uiteraard helemaal fantastisch. Ik vind de mouwtjes leuk. Het materiaal voelt echt super chill aan. Hij voelt wel een beetje zwaar met aantrekken, maar als je hem eenmaal aan hebt, dan zit hij ook gewoon echt goed. En zoals je kan zien is hij ook gewoon lekker luchtig. Je kunt zelf kiezen hoe ver je de knoopjes open doet. Ik heb hem, ja, zoals je kan zien, één knoopje open gelaten, zodat je toch een beetje been ziet. Zijkanten bevatten splitten. Geeft het toch een beetje sexy. En ja, zoals je kon zien, ging opeens mijn hand in een zak. Wist ik niet dat die erin zaten. Maar dat vind ik ook altijd wel pluspunten. Zijn tuurtje ben ik niet helemaal over uit of dat ik dat bij deze jurk leuk vind. Ik zou deze ook gewoon met een stoere riem combineren. Maar verder zit hij ook qua maat gewoon echt fantastisch. Wederom in een maatje XXL, omdat het gewoon dan net even wat losser zit. En deze was ook €70, maar ook deze heb ik weer dus met die EK-actie gekocht. Ik zou er wel voor kiezen om gewoon lekker het halsje een beetje bloot te laten. Je kunt er een mooie bralet onder doen. Ik heb die niet. Ik heb gewoon zwarte topjes. Maar dit vind ik ook echt een hele leuke aankoop. Ik ben blij dat ik toch een kijkje heb genomen op de Jeans Center site. En mocht een van de twee jurken jouw favoriet zijn en zoiets hebben van hey, die wil ik ook. De linkjes staan uiteraard in de beschrijving. En dan gaan we door naar de volgende webshop. Nou, is dit het eerste jurkje wat ik binnen heb gekregen van de bestelling van AliExpress. En zo op het eerste oog vind ik het eigenlijk wel een heel leuk jurkje. Maar er zit een maag aan, want online dacht ik dus dat het een beetje een chiffonnen stofje was. En ik zal even dichterbij komen. Het is echt een heel synthetisch stofje. En dat vind ik gezien de zomer eigenlijk wel heel erg jammer, want ik vind het modelletje heel erg leuk. Ik vind ook de print heel erg leuk. Ik heb hem heel even afgesteld met een riempje, waardoor je net even wat meer taillering krijgt. En voor de rest vind ik hem eigenlijk wel heel schattig. Ik vind die mouwtjes leuk, zo dat geplooide. Je kunt zien dat er verschillende lagen in het jurkje zitten. Ze hadden hem ook in verschillende kleuren. Ik ben voor de veilige kleur zwart gegaan. Ja, de maat zit verder goed. Het is op zich een prima jurkje. Hij heeft een leuke lengte. Hij was ook niet zo heel erg duur. Volgens mij was die in tientje zonder verzendkosten. Maar ik vind het materiaal niet helemaal je van het. Misschien dat ik het toch een keertje probeer om te kijken wat het doet in de zomer. Maar ik denk dat ik hier ontzettend in ga zweten. Maar al met al vind ik het wel een, een redelijk goed begin zo van AliExpress. Het tweede item gaat om deze maxi rok. Ik heb even een topje van mezelf aangedaan. Zoals je kan zien heb ik ook het riempje weer eventjes omgedaan. En ook op het eerste oog een prima rok. Als ik dichterbij kom, dan ga je waarschijnlijk al een beetje het stofje zien. Het glanst een klein beetje. En dat was eigenlijk niet de bedoeling, want online stond dat het een katoen moest zijn. Maar ja, dit is geen katoen, zoals je kan zien. Het is ook weer een heel synthetisch stofje. En online werd er gezegd dat die bruin was. En ik wil graag jullie mening, want in mijn optiek is het niet bruin, maar grijs. Maar verder ook weer, ja, eigenlijk een prima item. Hij heeft een leuke lengte, leuke fit. Qua maat zit hij ook gewoon verder hartstikke goed. Hadden ze ook in meerdere kleurtjes. En deze was volgens mij een eurotje of 8 of 9. En op zich, ja, het is een prima maxi skirt. Ik vind alleen het stofje een beetje, ja, eigenlijk met hetzelfde met het jurkje. Het voelt heel synthetisch aan. Maar het voordeel van dit is dan wel weer, dit zit gewoon los op het lichaam. Dus dit voel ik ook niet. Zoals je kan zien, floot hij ook lekker mee. En het jurkje natuurlijk, dat zit aan de bovenzijde dan weer aan het lichaam vast. Dus ik zit een beetje in een dubio wat ik daarmee kan doen. Het leuke wel aan deze rok is dat je hem zo kan dragen in de zomer, maar dadelijk ook in het najaar met een stoere boot en eventueel zo'n bikerjackje. Dus op zich, het is een prima rok. Alleen, ja, de kleur is dan niet wat ik had verwacht. En het stofje is anders dan verwacht, maar verder zit de print er goed op. Ben ik redelijk enthousiast, laten we het daarop houden. En dan heb ik hier het laatste item wat ik binnen heb gekregen van AliExpress. En dit is echt de grootste miskoop die ik heb gedaan. Maar dit was ook het goedkoopste item. Dit rokje heb ik namelijk al een keer eerder besteld in een andere kleur. Ja, in een andere kleur en een ander patroontje. En die beviel zo ontzettend goed dat ik zoiets had. Ik ga er ook nog eentje bestellen, eentje voor de zomer. Ik vind de kleur en ik vind het patroontje echt heel erg leuk, maar de fit komt gewoon niet overeen met het rokje wat ik al heb. Je kunt het hier zien, hier zit een vet rolletje die er niet hoort te zitten. De lengte is ook, ja, behoorlijk aan de korte kant.
Dus ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik van dit dingetje ga vinden. Misschien als ik hem nog strijk dat hij wat langer wordt, maar ik betwijfel het. Het is niet helemaal mijn ding. De maat is wel hetzelfde als het andere rokje, maar toch de fit valt helemaal anders uit. Dit is dan een kleine miskoop geweest. Ik ben met de andere twee items in ieder geval wel heel erg blij. En dan gaan we maar weer door naar de volgende webwinkel. En de laatste webshop waar ik wat items heb geshopt is bij Shubi geweest. En we beginnen maar met de grootste miskoop die ik heb gedaan. En dat is deze jurk. Online zag hij er echt fantastisch uit, maar ten eerste, hij kan niet eens dicht zoals je kan zien. Ten tweede is hij echt loei en loei zwaar. Dus ik vind hem eigenlijk helemaal niet summerproof. En ten derde, ik vind het materiaal ook een beetje akelig aanvoelen. Ik vond de kleur heel erg leuk, of het patroontje. Ik dacht zelf dat het een blousejurk was vanwege de kraaltjes. Maar je kunt zien, zelfs die naad loopt gewoon helemaal scheef. Ik denk dat dat ook te maken heeft doordat ik hem nou hier niet dicht krijg. Maar het is het gewoon echt helemaal niet. Ik vind het idee wel heel erg leuk. Ik vind zo'n kortere voorkant, langere achterkant. Geeft een beetje van die flamingo vibes, van die Spaanse danseressen, weet je wel. En op zich, ja, het idee is leuk, maar nee. Dit is het gewoon echt totaal niet. Die mouwen die zijn ook wel echt tof. Maar het is, ik heb het er nu al gewoon warm van deze jurk. En hij is zo bizar zwaar. Hij komt van de Shubi Fred van Leer collectie. Dus ja, op zich heeft Fred van Leer wel een hele leuke smaak, moet ik zeggen. Maar dit vind ik dan wel weer wat tegenvallen. Hij was ook best wel duur, €80. En ik had hem in een maatje XL, want ze hadden hem niet groter. Maar nee, deze gaat linea recta terug naar de winkel. Ik vind het idee nogmaals heel erg leuk, maar de uitvoering valt een klein beetje tegen. En waar die jurk net te klein was, is dit rokje echt way too big. Zoals je kan zien, en ook dit rokje doet niet heel erg veel goeds voor mijn figuur. Ze hadden deze baan gewoon recht moeten laten vallen en niet in zo'n bolling. Zo lijkt het net dat ik gewoon weer zwanger ben, terwijl dat helemaal niet het geval is. Zoals je kan zien is ja, het elastiek ook gewoon aan de ruime kant. Dus deze had ik makkelijk een maatje kleiner kunnen doen. Maar ik dacht, hey, ik heb allemaal donkere kledingstukken in mijn kast liggen. Ook heel veel donkere rokjes. Is het misschien niet een keer leuk om een licht rokje te doen? En toen kwam ik deze tegen. En op zich vind ik de kleur en het idee heel erg leuk. Zoals je kan zien heeft aan de onderste banen een beetje een opengewerkt detail. Maar het is gewoon de uitvoering die het niet helemaal doet voor mij. Voordeel is wel, ik heb er een rood onderbroekje onder en een zwarte top. En hij schijnt niet door. Dus dat is echt pluspunten. Maar ik vind de fit gewoon, het doet niks voor mijn lichaam. Ik voel me echt een propje momenteel. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Ik had liever gehad dat dit gewoon recht was. Misschien scheelt het ook als ik een maatje kleiner doe, maar ik voel hem gewoon niet. Dus dan ga ik hem ook niet opnieuw bestellen. Ik heb een middenmaatje XL en deze was €40. En op zich qua kwaliteit voelt hij wel echt goed stevig aan. Dus ik zou het er wel voor over hebben. Maar gewoon qua fit zou ik zoiets hebben van, er zijn leuke rokjes. Volgende item wat ik aan heb, of het volgende fit wat ik aan heb, gaat om het item de top. Want het rokje is van mezelf. Maar het gaat om de top. Zo, ik moet heel even inkomen hoor. Ja, op zich een prima top moet ik zeggen. De onderzijde is gewoon van lekker t-shirt stof. Ik vind de mouwlengte ook heel leuk. Maar het ging mij een beetje om de bovenzijde. Want dat is dan, ja, hoe noemen ze dit? Broderie, een beetje dat opengewerkte. En dat vind ik echt super mooi. En ik vind het juist leuk omdat het gewoon een heel basic shirtje is. Maakt dit het net dan weer even wat specialer. Hij heeft een wat hoger boordje, maar niet dat het heel irritant in je nek zit. Want te hoge boordjes, dan word ik zeker in de zomer er een beetje akelig van. En zoals je kan zien, ik heb een zwarte top aan en hij schijnt niet heel extreem door. Hij heeft een lengte tot net, ja, tot hier. Dus op zich voor een high-waisted jeans zou die perfect gaan. Een low-waisted jeans zou je net, denk ik, een klein beetje piekeboek krijgen. Op zich een prima top. Hij voelt kwalitatief ook gewoon goed aan. Maar ik denk dat ik dit gewoon leuk vind van, stel je hebt een hele plain outfit aan, net als nu gewoon een zwart rokje en dan zo'n top. Dan maakt dit het toch net even wat specialer. Hij was €25. Leuke prijs. Ik heb hem in een maatje XL. Ze hadden hem ook nog in, volgens mij, een bruinige tint. Twijfelgevalletje, weet ik niet helemaal zeker. Maar hij staat gelinkt in de beschrijving mocht je geïnteresseerd zijn. En op zich vind ik dit dan wel weer een leuk item om toe te voegen aan mijn kledingkast. En dit is het laatste item van Shubi en ook van deze pashokje shoplog. En dat is deze, ja, midi maxi t-shirt dress.
En echt, het model had hem aan en ik dacht, wauw, dit wil ik. Maar ik moet me ook nagaan, mijn lichaam is gewoon niet gemaakt voor dit soort jurken. Want zoals je kan zien, hier moet eigenlijk een ceintuurtje lopen. Nou, dat ceintuurtje, dat was al 3 keer niks. Dus ik denk, nou doe ik het met mijn eigen riem. Maar ja, ik krijg hier gewoon allemaal hobbels bij. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil dit gewoon eigenlijk zoveel mogelijk gecamoufleerd hebben. En dit jurkje accentueert juist weer de plekken die ik niet geaccentueerd wil hebben. Al vind ik hem wel echt super lekker zitten. Het materiaal is echt fantastisch. De mouwlengte vind ik leuk. Ik vind het nekje heel erg leuk. Ik vind het leuk dat ze aan beide kanten een split hebben. Dan maakt het toch weer heel erg sexy. En ook dit jurkje is zoiets. Dit kun je prima op allerlei manieren dragen in de zomer. Maar ook in het najaar, ook in de winter. Het is gewoon een perfecte basic. Gewoon niet voor mijn lichaam. Ik dacht eerst nog van zal ik een corrigerend broekje eronder doen. Maar ik denk, nee, ik ga me toch lopen irriteren hieraan. En dit zijn van die dingen, ja, dat heb ik gewoon overgehouden aan mijn zwangerschap. En dat moet er ook nog wel een keertje van af. Maar dan kan ik nou wel allemaal kleding aanschaffen dat ik denk, dat kan ik over een tijdje aan. Nee, ik heb dus nu kleding nodig. Ik heb dus niet heel erg veel aan spullen die ik over een tijdje aan kan. Want nogmaals, heb ik niet nodig. Ik wil het nu aankunnen. En ja, vind ik wel echt heel erg jammer. Zonde, want ik vond het zo leuk ook bij het model. En hij is zwart, dus ja, daar voel ik me sowieso al heel comfortabel in. En je kunt het prima op allerlei manieren combineren. En dat was het zo leuk aan het jurkje. Zijn tuurtje zit erbij, die heb ik hier nou ergens op mijn nek hangen. Hij was ook heel erg leuk geprijsd, €30. Ik heb hem in een maatje XL. Maar helaas wordt dit hem niet voor mij, maar hij zit wel echt super lekker, dus ik kan hem je zeker aanraden als jij zo'n prachtig modelfiguurtje hebt en niet zo wat ik hier heb zitten. Waren dit alle items die ik heb geshopt bij de desbetreffende webshops? Ik word niet betaald voor deze video. Ik heb echt alles zelf aangeschaft. Ondanks dat het allemaal weer eventjes wennen was, ben ik blij dat ik deze bestelling heb geplaatst. Nog niet alles stond ja, heel charmant op mijn lichaam, maar dat geeft ook niet. Ik heb nou momenteel ook niet zo'n hele grote portemonnee met 2 kindjes. Maar ik ben blij met de items die ik wel gehouden. Uiteraard ben ik altijd heel erg benieuwd naar jouw mening. Wat was jouw favoriete item van deze shoplog? Laat het me zeker in de reacties eventjes weten. Je kunt daar ook altijd suggesties voor andere video's achterlaten. Vond je deze video nou leuk? Dan doe even die duim omhoog en abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en hoop ik jullie snel bij een nieuwe video terug te zien. Doei!